want in 1845 kwam hier in Arnhem het spoor aan. En pas 11 jaar later werd het doorgetrokken naar Elten. Waarom heeft het nou zo lang geduurd? Nou, daar ben ik ook ondertussen achter. Het komt namelijk omdat bijna alle spoorlijntjes in Nederland op breedspoor reden. Kijk, zover. Zover uit elkaar lagen die sporen. Maar er was een probleem, want ze wouden internationale treinen rijden en in Duitsland maakten ze gebruik van normaal spoor. Dat is dus wel smaller dan breedspoor. Toen moest er een beslissing worden gemaakt. Als er internationale treinen gaan rijden, moesten dus of alle Duitse spoorlijntjes op breedspoor worden gemaakt, of alle Nederlandse spoorlijntjes op normaal spoor. Uiteindelijk is voor het laatste gekozen en alle spoorlijntjes van Nederland moesten over tot normaal spoor. En ja, dat kostte dus wel even tijd om alle spoorlijntjes van Nederland van breedspoor over te bouwen tot normaal spoor. Inclusief locomotieven, wagons en noem maar op. Dus vandaar dat het 11 jaar heeft geduurd voordat er vanaf Arnhem verder kon worden gereden in de richting van Elten. En dat is wat wij nu ook gaan doen. Wij gaan nu in de richting van Elten. We slaan Arnhem veel op poort over, want dat bestaat nog steeds. En we gaan in één keer door naar het volgende station. En dat is... Maar dat is niet zo. Dit fort komt namelijk uit 1865, terwijl de spoorlijn uit 1856 komt. Dit fort is dus 9 jaar jonger dan de spoorlijn die er overheen ligt. En dat ook een stopplaats. Ook gaat de spoorlijn direct over dit fort heen. De stopplaats die bij dit fort hoorde, stond zo'n 300 meter in de richting van Arnhem en heeft daar gestaan van 1890 tot 1918 en daarna is het gesloten. Direct na dit fort komen we bij de brug van Westervoort. We zijn nu bij spoorwegovergang van de Heiliglandse straat bij het dorpje Groessen, want hier was van 1890 tot 1936 stopplaats Groessen.
1985 kwam de Geoles hier bij Zevenaar aan met hun lijn uit onder andere Doetinchem. Tegenwoordig stoppen de treinen uit Doetinchem op het NRS-station van Zevenaar. Vroeger was het anders. Toen stopten ze hier zo. Hadden ze een apart station geopend, genaamd Zevenaar Geoles, vernoemd naar de spoorwegmaatschappij die de treinen naar Doetinchem liet rijden. In 1918 stoppen de treinen uit Doetinchem op het station Zevenaar en dat gebeurt tegenwoordig nog steeds. Dus is toen Zevenaar Geoles buiten dienst gesteld. Op dit moment zijn mensen heel druk bezig om huizen op het voormalige emplacement van Zevenaar Geoles te bouwen. Dus misschien kun je binnenkort wel op de plaats van het oude station van Zevenaar Geoles wonen. Leuk toch? Aan de Beekseweg, de tegenwoordige N812, komen we bij het in 1897 geopende halte Babberich. In 1932 is de stopplaats Babberich weer gesloten en kort daarna gesloopt. Maar wachterswoning 16, dat een kilometer verderop lag, heeft er nog tot eind jaren 60 gestaan. Guten Tag, welkom in Duitsland. Welkom bij station Elten, het eindpunt van de Rijnspoorweg na 114 kilometer sinds Amsterdam-Weesperpoort. Nou, Elten was tot kort geleden een voormalig stationnetje van 1856, toen de spoorlijn hier werd geopend, tot 1994. Vanaf Elten namen de Duitse spoorwegen het verder in de richting van Duisburg en ook in de richting van Wesel. Sinds de zomer van 2019 is station Elten weer heropend en stoppen er weer treinen. Dan zie je maar, als een station eens een verloren station is, wil nog niet zeggen dat het altijd een verloren station blijft. En daarmee wil ik deze serie afsluiten. Bedankt voor het kijken. Dit was seizoen 1 van Op Verloren Stationspotten. Alle 9 afleveringen. Heb je alle 9 afleveringen gekeken? Nou, zo niet, dan heb ik hier een afspeellijst staan. Dan kunnen jullie allemaal weer terugkijken. En komt er een seizoen 2? Weet ik veel, dat zie ik wel. In ieder geval abonneren als je weer meer afleveringen wil zien. En of als je andere treinen dingen wil zien. En ik zie jullie allemaal de volgende keer weer.